Ik wil u even meenemen naar de tijd tussen kerst en oud en nieuw. Dan ga je zitten en dan ga je je afvragen, wat ga ik in de nieuwjaarstoespraak zeggen? En dat is ook een beetje een tijd van rust en bezinning, een beetje de zondag, een aantal zondagen achter elkaar. En toen gebeurde er iets waardoor het bij mij er eigenlijk niet meer zo goed van kwam. Drie West-Friese mannen kwamen op een hele verdrietige manier te overlijden. Tweemaal was dat nationaal nieuws met Sjoerd en de man in Medemblik met de vuurwerkbom. En één keer lokaal, regionaal met Mick. Voor die drie mensen in ieder geval geen 2014. En ja, dat raakt ons, het raakt mij. En het doet je ook echt beseffen, je kunt het niet genoeg beseffen, dat iedere dag een onuitgepakt, eenmalig cadeau is en er onder de levensboom, Deo Volente en ook Inshallah, betekent hetzelfde, nog 359 cadeaus staan te wachten. Ik wens u namens het gemeentebestuur een 2014... dat meer mag zijn dan het beste dat u ervan verwacht en dat u daar zelf een hele mooie grote bijdrage aan mag leveren. We hebben daarbij een aanmoedigende gedachte. Verrassend samen. U zag al een paar hele mooie voorbeelden. En dat pakken we natuurlijk meteen op, want zeg nou eerlijk, welke gemeente in Nederland durft zijn nieuwjaarsreceptie naast Joep van het Hek te programmeren? Ik heb ook hele wonderbaarlijke dingen meegemaakt. Mensen die met hun kaartje voor Joep bij mij komen en dat helemaal niet gek vinden. Zo. Keten heeft ook iets theatraals. En ja, als u nou halverwege denkt, Joep is toch leuker, dan klopt dat. Maar wij zijn hier volgend jaar weer en Joep niet. Ik wil nog eventjes met u samen hier in uw privéleven duiken. Past een beetje bij de tijd. En ik heb een vraagje aan u allemaal. Wie van u leeft in liefde onder één dak en deelt tafel en bed? Graag de handen omhoog. Goed, dank u wel. Wie niet? Goed. Nou, dan wens ik u een bijzonder goed 2014 toe. Dat zult u begrijpen. Maar gaat u eventjes terug naar uw hand in de lucht. Lag uw eerste ontmoeting voor de hand? Of had het eigenlijk ook net zo goed helemaal anders kunnen lopen? Denk daar maar even over na. Mijn vrouw Karen en ik, wij zijn elkaar toegevallen. Dat ging echt niet vanzelf. Ik heb vrouwen Fortuna meer dan verstandig en gebruikelijk moeten uitdagen. Anders was het helemaal niets geworden. Ik bespaar u de details. Maar als je het geluk niet zoekt, valt het gunstige lot ook niet op je. Zonder de moed om een blauwtje te lopen, heel simpel, geen verrassend samen. En dus moeten wij elkaar in 2014 blijven aanmoedigen in de strijd om het gunstige lot. En juist nu is dat van u, mij, ons allemaal een noodzakelijke karaktereigenschap. Ik heb daar een mooi citaat bij. We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Dat leerde ik van professor Jan Rotmans. En die had het over de doorbraaktechnologieën. Probeert u ze maar eens op te noemen. Internet, ja, overal zit internet tussen. Biotechnologie, zie je wat minder, ook overal. Nanotechnologie en robotica. En dat heeft een enorme impact hoe wij samen leven. De maatschappelijke veranderingen zijn volop aan de gang en nog nauwelijks te overzien. En die veranderingen die zorgen ervoor dat we in een wereld komen te leven
die steeds meer uiteenvalt in twee plekken. De ene waar je je ten volle kunt ontplooien en de andere waar je moet vertrekken om een beter leven elders te hebben. We kiezen als 7 West-Friese gemeenten, en ik heb weer collega-bestuurders mogen zien, fijn dat jullie er zijn, met het Pact van West-Friesland voor het eerst. Die plek van ontplooiing. We hebben een hele scherpe ambitie om binnen 5 jaar, nu binnen 4 jaar, te horen tot maar liefst de top 10 van Nederland wanneer het gaat om aantrekkelijkheid. Dat is nogal wat. Maar als dat lukt, dan hoef je gewoon niet te verlaten, omdat het elders beter is. En als dat lukt, dan komt talent hier en blijft hier. En dat wil je hebben. Het is wetenschappelijk bewezen. Knappige wiskundigen en ook nog anderen. Die hebben daar zelfs hele algoritmen voor. Een goede stap blinkt uit in het mogelijk maken van allerlei, ook ongebruikelijke ontmoetingen. Je moet elkaar kunnen tegenkomen. En daar zijn 2 hele belangrijke voorwaarden. Je moet natuurlijk in die stad kunnen komen, fysieke bereikbaarheid. Maar je moet er ook mogen komen en je elkaar mogen ontmoeten. Dat betekent dat je staat voor een open cultuur die gelijkwaardige kansen aan iedereen brengt. Anders geen goede stad. In zo'n stad, zo'n netwerkstad, kan heel veel goeds gebeuren en wordt net als in een goed huwelijk 1 plus 1 wel eens 3. Verrassend samen betekent ook wat voor het bestuur van de stad. Hoe doe je dat? We moeten wakker zijn, nieuwsgierig, aanmoedigend en we moeten een beetje risico durven nemen. Iets nieuws mag ook wel eens mislukken. En we moeten ons bijvoorbeeld niet helemaal laten opslokken door de grote Haagse opgave met de geweldige controle- en beheerscultuur. Wij zijn in de allereerste plaats stadsbestuur. We gaan over onze eigen agenda en moeten ons niet laten degraderen tot een uitvoeringsinstantie. Knap gezegd, burgemeester, maar het zal niet meevallen. Nee, dat is zo. Want ons Haagse huiswerk is echt de norm. En we zullen erg bezig zijn volgend jaar en de jaren daarna met allerlei inrichtingsvraagstukken. Hoeveel personen waren op welke plaats? En hoe zit het met het geld? Nou, slecht, want we hebben een miljoenen tekort. En dat zal ook nog wel even zo blijven. Moeten we ook onderuit. En we hebben al zoveel gedaan. Maar toch, het is een enorme zwaartekracht in het politieke leven. Maar toch hoop ik dat de individuele raadsleden, en met name ook de nieuwe, het zijn van stadsbestuur met een regionale verantwoordelijkheid goed voor ogen willen houden. En ook in het hart. Het gebeurt in Hoorn en in de regio, niet in Den Haag. Het regionale en lokale wint echt steeds meer aan kracht. Laat je niks anders wijsmaken. Het gebeurt in en rond de stad, in de regio. Daar zit de economische groei. Daar moet het gebeuren. U zag verrassend samen al met 5 mooie voorbeelden. En die inspirerende toekomst is inderdaad ook al begonnen. Ik noem er nog graag 2 bij. En dan hebben we het oude Bijbelse getal van 7. En dat daar maar 7 op mogen rusten. Duurzaam Zwaag is er al sinds 2010 en was het eerste seriematig duurzame renovatieproject met particuliere eigenaren in Nederland. Zult u zeggen, nou, dat is mooi, maar waar gaat het nou over? Het gaat over het volgende. Je wil energiezuiniger wonen. Dat levert geld op en met dat geld dat dat overlevert, kun je een lening krijgen om die hele verbouwing te financieren. Dat is best een stevige. 60.000 euro kan zomaar aan de hand zijn. 60 huishoudens zijn met dat doel verenigd in een coöperatie van inwoners en werken samen met bedrijven en de gemeente. En ook daar zie je weer dat heel verschillende partijen samen iets moois en iets nieuws proberen dat iedereen wat oplevert. En is dat nou makkelijk? Gaat dat als een zonnetje, duurzaam? Nee, natuurlijk is dat ook weer met vallen en opstaan. Maar het gebeurt wel. En zo goed dat Duurzaam Zwaag inmiddels in de landen ook vele navolgers kent. Ten tweede het verrassend samen dat nationaal nieuws was. Microsoft komt met een datacenter naar Agripoort A7. Investeert 2 miljard en zorgt voor 200 directe arbeidsplaatsen.
Dat is fantastisch. Dat is goed voor Van der Valk. Gert van der Valk is hier vandaag ook nog eens hartelijk welkom voor de eerste keer hier op de nieuwjaarsreceptie. Het is ook goed voor Zevenhuis Bedrijventerrein. Wie had 10 jaar geleden kunnen bedenken dat onze regio de grootste en meest efficiënte kassen ter wereld zou kennen en dat voor Microsoft aanleiding zou zijn om zich daarnaast te vestigen? Wie had die voorzienende gaven? Wie had dat gedurfd te voorspellen? Wie had het bedacht? Ja, ook die mythische cloud, die moet natuurlijk ergens wonen. En dat wordt dan naast de Agripoort A7. Daar houden die kas en dat datacenter elkaar efficiënt en duurzaam warm. Net zo als in een goed huwelijk. Het verhaal is nog niet af. Wie weet wordt het nog veel mooier. Want men is op zoek naar een CO2-emitter. Iets wat broeikas uitstoot. Daar kan de hele wereld niks mee, maar in de kassen kunnen we daar ontzettend veel mee. Dus wij willen graag iemand zien die veel emitteert, want CO2 kunnen we in de kas goed gebruiken. Voor slimme mensen bestaan er eigenlijk geen afvalstoffen meer. Is dat niet een heel mooi 2014? Er is nog meer mooi. Aan al die voorbeelden is dat er geen beleid voor was. Het is gebeurd vanuit het particulier initiatief. En het heeft grenzen tussen branches, ketens en beleidsvelden opgeheven. En de bakermat was altijd lokaal en regionaal. Verrassend samen. We hebben een tekort aan geld, maar duidelijk een overschot aan initiatief. Dat initiatief weet sneller en deskundiger wortel te schieten, ook dankzij sociale media. Heel gelukkig maar. Het is niet de tijd voor beheer, maar voor innovatie. Daar hoort ruimte en vertrouwen bij, anders gebeurt er niets of gaan we het heel te langzaam doen met een erbarmelijk resultaat. En dat is niet wat u wil, dat is niet wat we willen, dat is niet wat we samen willen. Maar voordat je het weet, oogst je dat wel. Als gemeentebestuur zullen we in deze tijd van grote veranderingen nog kritischer naar onszelf moeten blijven kijken. En heel bewust moeten kiezen, wat doen we wel, wat doen we niet en welke rol hoort daar nou bij. Want wij willen graag een goed voorbeeld zijn in ruimte en vertrouwen. Ook dat klinkt weer makkelijk, maar het is niet minder dan een cultuuromslag. Ieder individueel doe je het wel, maar het bestaande zit vaak het nieuwe wat in de weg. Dus dat zal moeite kosten. Maar helpt u ons daar nou maar bij en gun ons ook onze fouten in de nieuwe tijd. Als dat niet gebeurt, schieten we geen meter op. Ik wil onder het vaandel van verrassend samen tot slot natuurlijk nog een enkel woord wijden aan de verkiezingen. We delen de stad. En ik hoop van ganse harte dat u daar uw stem voor uit wil brengen en ook nog even aan de buren wil vragen of ze ook gaan stemmen. De dapperen die zich kandideren, want dapperen zijn het, moeten iets buitengewoons paradoxaals presteren. Luister u maar. Samen de stad dienen door elkaar te bestrijden. Zodat wij, u en ik, iets te kiezen hebben. En na onze keuze zoeken de tegenstanders met de grootste overbruggingstalenten elkaar op. En het compromis dat daaruit geboren wordt, is ook het kind van uw stem. Waarvan, ik weet dat, menig medeverwekker het co-ouderschap niet erkennen wil. U krijgt, net als thuis, in een gelukkig huwelijk, zelden 100% uw zin. Compromissen maken meer kans wanneer politieke tegenstanders geen vijanden worden. En men het op de inhoud voor de stad uitvecht. We zijn allemaal voorbijgangers en laten we elkaar met kleine lettertjes schrijven. Onze stad, dat weet u ook, is heel rijk aan partijen. Alle ruimte, ook hier, voor een verrassend zaal. En met die woorden, dank ik u. Dank u.